Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. Mensen die zonnepanelen willen plaatsen, moeten subsidie krijgen van de gemeente. Nou, als GroenLinks had ik natuurlijk geen mooiere uit de magic box kunnen trekken. Ik vind namelijk inderdaad dat mensen subsidie moeten krijgen. Maar vooral mensen met een smalle beurs horen die subsidie te krijgen. Het moet namelijk niet zo zijn dat voordelen van duurzaamheid, financiële voordelen, dat die alleen maar voor mensen met een goed gevulde beurs zijn. Nee, ook mensen met een smalle beurs, die moeten subsidie krijgen die om zonnepanelen op hun huis te leggen. Ik denk dat dat namelijk een perfect voorbeeld is van ook woonlasten omlaag brengen. Dus ook mensen in huurwoningen, zelfs zij, zouden subsidie moeten krijgen. Ambtenaren moeten in bestaande leegstaande kantoren worden geplaatst in plaats van in de geplande nieuwbouw. Nou zeg, het geluk is aan mijn zijde vandaag. Ik vind inderdaad dat dat onderzocht moet worden. Beter. Er is een onderzoek gedaan voorafgaand aan de conclusie van dit bestuur dat de aankoop van het kloosterkwartier een goede optie zou zijn. Maar inmiddels is bijvoorbeeld het V&D-gebouw leeg komen te staan. Dat is weliswaar geen gemeentelijk gebouw, maar wel een leegstaande puist op de markt van Sittard. Dus ik vind dat daar onderzoek naar moet worden gedaan. En misschien zijn er zelfs wel andere opties. Om de bewaakte fietsenstallingen open te kunnen houden, moeten gebruikers een bijdrage betalen. Dat vind ik een dubbele. Ik vind namelijk dat je standaard bewaakte fietsenstallingen gratis hoort aan te bieden. Dat kan ook prima in onze gemeente. En ik zou zelf als gebruiker bijvoorbeeld wel in de avonduren willen betalen. Dus ik denk dat daar prima een gulden middenweg is in te vinden.